Hoe zorgen wolken ervoor dat je langer leeft? Dit is de Universiteit van Nederland. Wolken zijn mooi, hè? Weet iedereen. Je kijkt ernaar, je geniet ervan, je fantaseert erbij. Je ziet er landen in, je ziet er continenten in, je ziet er dieren in, je ziet er mensen in. Mooi, heeft ons altijd gefascineerd. Oud-Hollandse schilders deden het ook al. Maar eigenlijk de voorlopers van ons wolkenwetenschappers. Ze gingen naar buiten, ze keken naar die wolken, analyseerden wolken en licht, hoe dat samenspeelde, maakten aantekeningen in een schetsboek, gingen terug naar het atelier en begonnen daar verder te schilderen. Wij wetenschappers doen hetzelfde. Wij kijken naar wolken en maken er een model van. Ik heb hier een mooi voorbeeld van Ruisdael, onze beroemdste wolkenschilder. Maar ook Vermeer, met zijn gezicht op Delft, heeft prachtige wolkenpartijen erboven geschilderd. Dus Delft is van oudsher eigenlijk een wolkenstad geweest. Waarom zijn wolken zo belangrijk? Ik ga die vraag beantwoorden, maar eerst heb ik een vraag voor jullie. Wat is jullie favoriete temperatuur? Wie zegt 24 graden? Wie zegt 23 graden? Wie zegt 20 graden? Wie zegt 19 graden? Nou, dat wordt erg, wordt wel minder, hè? De meeste mensen zeggen altijd, ja, 23 graden vind ik lekker. Maar je lichaam zegt van niet. Je lichaam zegt, nee, doe mij maar 15 graden. Dat is veel beter. Als je kijkt naar sterftecijfers en je correleert die met de temperatuur, dan zie je een minimum bij 15 à 16 graden. Wordt het kouder, gaat sterftecijfer omhoog. Wordt het warmer, gaat sterftecijfer ook omhoog. Dus we vinden 23 wel lekker voor een paar uur, maar zeker niet continu. Dat kan je lichaam gewoon niet hebben. Daar komen wolken om de hoek kijken. Ik heb hier een animatie van de energie op aarde. De zon schijnt, het verwarmt de aarde. En stel je nou eens voor dat de aarde geen atmosfeer heeft. Dan is de temperatuur op aarde min 18 graden. Hartstikke koud. Ik vind hem helemaal niet lekker. Maar gelukkig hebben we een atmosfeer. Stel je eens voor dat die atmosfeer alleen maar bestaat uit broeikasgassen. De broeikasgassen die we nu kennen. Dan krijgen we 24 graden. De temperatuur die de meeste van jullie wel lekker vinden. Kijken we nu naar het effect van wolken. Dan zakt de temperatuur gelijk een graad of 10. Dan gaat hij terug naar 14 à 15 graden. Die wolken koelen de aarde af omdat ze veel zonlicht weerkaatsen. Dat is een belangrijke eigenschap van wolken. Zij houden de aarde leefbaar voor ons. Zonder wolken kunnen het wel schudden. Die hebben ze nodig. Nou, wat doen die wolken precies met zonlicht? Wolken weerkaatsen zonlicht. Dat is één effect wat ze hebben. Tegelijkertijd absorberen wolken infraroodstraling. Dat is een soort broeikaseffect. De warmte die van de aarde afkomt, worden wolken geabsorbeerd en een deel daarvan door die wolken weer teruggestuurd naar aarde. Ze hebben dus ook een warm opwarmend effect. Grosso modo kan je zeggen dat hoge wolken, de ijswolken hoog in de atmosfeer, de aarde opwarmen en lage wolken, zeg een paar honderd meter hoog, de aarde afkoelen. Een belangrijke vraag is natuurlijk van als de aarde opwarmt, wat doen die wolken dan? Wat gebeurt er nou met het afkoelende effect wat wolken nu hebben? Gaat het omhoog, meer afkoeling, of gaat het omlaag, minder afkoeling? Ik heb hier een beeld van wat er kan gaan gebeuren met wolken. Klimaatmodellen nemen dat, die berekenen dat allemaal. En die zeggen van, nou weet je wat, ik kijk eerst naar het effect van straling. Dat is ongeveer die blauwe kolom, straling alleen, CO2 alleen in de atmosfeer geeft ongeveer 1 graad opwarming. Daarnaast heb je 12 modellen die ook apart kunnen berekenen wat nou effect is geweest van waterdamp. Dat zijn die blauwe kolommen daar, die lichtblauwe kolommen. Daar zie je al wat variatie komen tussen klimaatmodellen. Het ene model zegt wat meer, het andere model zegt wat minder. Belangrijkste zijn die oranje kolommen bovenop. Dat is hoe klimaatmodellen omgaan met effect van bewolking. Het ene model, model nummer 3, in dit geval zegt van nou vergeet het nou met die wolken, doen helemaal niks. Het andere model, model nummer 12, zegt van ho ho, als we meer CO2 in die atmosfeer stoppen,
krijg je zoveel extra waterdamp in die atmosfeer, dat de wolken gaan veranderen. En die wolken veranderen dan wel zo dat ze minder afkoelen. Dus eigenlijk 2 graden opwarming erbij kunnen krijgen. Dat is een groot verschil. Of je nou 1 graad hebt van de opwarming van de CO2, of nog steeds 2 graden erbij door verandering van het wolkendek op aarde. Dat is heel belangrijk, want wat doen die wolken? Wat kan er gebeuren met die wolken? Een paar dingen. Wolken rondom de tropen kunnen dieper worden. Dus nu zijn ze al vrij hoog, kunnen ze tot 15 kilometer komen, maar die kunnen ook tot hoger nog rijken straks. Dat betekent dat ze minder energie uitstralen het heelal in, want de top van zo'n wolk is kouder dan laag bij de grond. En een koud lichaam straalt minder energie uit. Ander effect is dat de wolkendek rondom de kreeftskringen, dat is nu vaak een gesloten wolkendek boven de oceanen, kunnen openbreken, waardoor er gaten in ontstaan. En dan kan zonlicht direct op het aardoppervlak komen en voor meer opwarming zorgen. Nog een ander effect is dat de wolkendekken die we hier zo kennen, meer naar het noorden kunnen schuiven. Nou, meer naar het noorden gaat of dieper naar het zuiden gaat, richting Antarctica, daar is minder zonlicht. Dat betekent ook dat als zo'n wolk daar zit, ook minder zonlicht zal weer kaatsen. Dus grosso modo ook voor meer opwarming zal zorgen. Al die effecten kunnen een rol spelen, maar hoe groot ze precies zijn, weten we nog niet. Nou, wat doen wij in Nederland? En dan in Delft is wel een centraal punt ervoor. Wij onderzoeken die wolken. Ik heb hier een mooie film. Dit is vanuit mijn kantoor ongeveer gefilmd. Uitzicht op Delft, Vermeer komt weer terug. En je ziet die wolken over de campus heen drijven. Nou, wat zie je, die wolken? Die zijn vaak niet zo groot. Maar een paar honderd meter, een kilometer. Er zitten gaten tussen. De schaduw van die wolken op de grond kan variëren. Daar hebben klimaatmodellen moeite mee. Een ander voorbeeld. Wolken die opstijgen tegenover een bergketen. Ook heel dynamisch. Het verandert continu. Het is geen statisch geheel. Wolken zijn continu aan het veranderen. Verdampen, condenseren, verdampen, condenseren. Het is een continu proces. En als je even langer doorkijkt, nou, het wolkendek wordt dichter. Er komt zelfs een beetje regen aan straks. En op de grond allemaal schaduwen die de wolken kunnen veroorzaken. Zoals ik net al zei, klimaatmodellen hebben gewoon moeite om dit soort fenomenen goed mee te nemen en te kunnen berekenen. Wat willen we weten van die wolk? We hebben een paar simpele vragen. 1 is bijvoorbeeld, hoe ontstaan ze en hoe verdwijnen ze weer? We willen ook weten hoeveel druppels erin zitten. En dan ook nog eens een keertje, hoeveel het er zijn. Dus we tellen eigenlijk druppels in de wolken. Dat proberen wij te tellen. We willen weten hoe groot ze zijn. We willen ook weten waarom ze zo groot zijn. We willen weten of het water is, of ijs, of sneeuw. We willen weten hoe ze groeien, hoe ze verdampen. Al die informatie willen wij verzamelen over die wolken, om die processen van wolken maar goed te kunnen begrijpen. En uiteindelijk willen we die informatie hebben om te kunnen bepalen hoe zonlicht door zo'n wolk gaat. Of hoe warmte van de aarde door zo'n wolk gaat. Dat zijn de vragen waar wij als wolkenwetenschappers mee bezig zijn. Hoe doen we dat in Nederland? Ik heb hier een mooi voorbeeld. We hebben in Nederland, dat is ongeveer het best bewaarde geheim van Nederland, een groot observatorium. Dat is in de buurt van Lopik, dat heet Cabau. Daar staat heel veel meetapparatuur opgesteld om die atmosfeer continu te kunnen meten. Een radar, iedereen kent wel de buienradar. Die kijkt op je app van nou, wanneer gaat het regenen. Die kan je ook gebruiken als je recht omhoog kijkt. Wel een geavanceerd systeemetje hebben, om iets beter te werken dan de buienradar. En dan kan je in de wolk kijken. Want als jullie straks op straat lopen en je kijkt naar boven, zie je alleen maar de buitenkant van zo'n wolk. Ja, dat is leuk, dat is mooi, daar kan je mooie dingen in zien. Maar wij willen graag ook in de wolk kijken. Wat gebeurt er nou in? Dus hoeveel druppels zitten daar? Wat zijn die processen? Hoe turbulent is het daar? Dat kan je alleen maar meten met behulp van een radarsysteem. Je stuurt een signaal omhoog. Een druppel stuurt een signaaltje terug en als je dat signaaltje op de grond ontvangt, kan je ongeveer zeggen wat voor druppel het is geweest. Heel simpel principe. Ik heb hier een mooi voorbeeld van zo'n meting. Dit is een radarmeting en een lidarmeting. Een radarmeting, dus wat ik net uitlegde, een soort buienradar die recht omhoog kijkt. En de linkerpaneel een lidarmeting, dat is ook al een radar eigenlijk, maar die dan met een laserbundel werkt. Dit is in beide gevallen dezelfde wolk. Alleen, die informatie die erin zit, is compleet anders. Voor het rechterbeeld leren wij dat als je omhoog gaat, dat we te maken hebben met ijs in de wolken.
En naarmate je meer naar beneden gaat, zie je daar de witte vlek aan de rechterkant. Dat is waar het ijs smelt. En als het eronder is gekomen, heb je regen. De meeste regen in Nederland ontstaat door het smelten van ijs in de atmosfeer. Dat linkerbeeld zegt ons wat er in die wolk heeft gezeten. Niet alleen maar ijs, maar die rode streep die daar ziet lopen, is een reflectie aan een waterwolk die door het ijs heen gaat. Dus deze wolk is niet alleen ijs, maar ook water. Dat is belangrijk voor klimaatverandering, want zo'n waterwolk geeft veel meer reflectie van zonlicht dan ijs alleen. Dus je moet die twee sensoren moet je combineren om de complete informatie die je nodig hebt voor de weerkaatsing van zonlicht goed te kunnen begrijpen. Hoe ziet zo'n meting eruit? Dit is bijvoorbeeld de stratocumulusdek. En wat wij willen weten van zo'n stratocumulusdek is hoeveel druppels er in zijn dek hebben gezeten. Bovenste paneel is dan zo'n radarmeting, die rode streep die je ziet lopen. Boven in de wolk is die rooier dan onder in de wolk. Dat komt boven in de wolk zit meer water en onderin zit minder water. Het volgende paneel hier laat links zien hoeveel druppels er in een wolk hebben gezeten. Een wolk bevat ongeveer 400 druppeltjes per kubieke centimeter. Dat is heel veel. Heel veel druppels in een kubieke centimeter. Met die gegevens kunnen wij dus berekenen, en naderhand ook meten op de grond, hoeveel zonlicht er nou door zo'n wolk op aarde is gekomen. Dus eigenlijk kunnen wij berekenen wat de schaduw is van een wolk op de grond. Net die informatie die je nodig hebt om te kunnen bepalen hoeveel afkoeling zo'n wolk kan veroorzaken. Dat is belangrijke informatie. Dat is wat we doen met metingen. We doen nog meer, namelijk ook modelleren. Ik heb hier een mooie animatie van hoe we wolken kunnen simuleren in een computermodel. Wat je hier ziet, is we nemen aan hoe die atmosfeer eruit heeft gezien, temperatuur, vocht en hoeveel wind er is geweest. Als je dan begrijpt wat de fysica is van die atmosfeer, kan je ook berekenen wat er gebeurt met de wolkenvorming in zo'n systeem. Je kan ook tegelijkertijd met zo'n verticale horizontale doorsnede, kan je ook zien wat het verband is geweest tussen veel het waterdamp en wolkenvorming in die atmosfeer zelf. Wat zijn die processen die precies een rol spelen? In het volgende filmpje, links een videoopname van een meting weer in Cabauw, hoe het echte wolkendek is geweest, en rechts een videoopname van wat we hadden voorspeld met ons model. En je ziet, dat komt aardig met elkaar overeen. Dus we raken steeds meer in staat om die wolken te kunnen voorspellen en dan ook te kunnen berekenen wat nou de invloed daar is geweest op de zonnestraling en uiteindelijk op het klimaat. De hamvraag is nog steeds van, wat doen wolken in een veranderend klimaat? We stoppen meer CO2 in het systeem, meer opwarming in aarde, wat gebeurt er met die bewolking? De consensus nu is dat het de verkeerde kant op gaat. Dus dat de wolken eigenlijk voor minder opwarming zullen gaan zorgen, of meer opwarming zullen gaan zorgen en minder zullen afkoelen. Dus dat is niet goed. Wolken kunnen we overal op de aarde vinden. Dat betekent ook dat de kennis die we in Nederland verzamelen, de fysische principes die we hier ontdekken en de fysische wetmatigheden die we proberen te achterhalen, ook toepassen op andere gebieden in de wereld. Om ook daar te kunnen begrijpen wat wolken nou precies doen met het klimaat en de temperatuur op aarde. Dus als u straks of morgen of wanneer dan ook weer naar buiten gaat en u kijkt omhoog, mag u rustig fantaseren over die verre landen. Helemaal geen probleem. Nee, beter nog, fantaseer erover en vlieg er niet naartoe. Dus veel beter voor het klimaat. Maar tegelijkertijd denk ook aan onze arme wetenschappers, van hoe wij kijken naar die wolken en probeert te achterhalen hoeveel druppels erin zitten. En misschien vraagt ook zelf, van, als je naar die wolk kijkt, van hey, wat is het nou voor wolk? Is dat een ijswolk, waterwolk? Of voor druppels vallen eruit? En waarom vallen ze eruit? En vooral denk bij jezelf, ik ben blij dat ze er zijn. We hebben ze nodig. In het volgende college iets heel anders over de wolken. Iets wat iedereen veel leuker vindt. Regen. Hoeveel regen krijgen we in de toekomst? Dank jullie voor je aandacht.